Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft haar dienstverlening gedecentraliseerd. Het gaat in deze om de diensten BASO en BZV. Deze twee diensten worden volgens minister Oerayki Dramsaran door elkaar gehaald. Een BASO-verzekering is voor kinderen van 0 tot en met 16 jaar en ook voor seniorenburgers vanaf 60 jaar. De BZV-verzekeringskaart is voor personen van 17 tot 59 jaar. Een groep die dat best wel kan permitteren. De bewindsman zegt aan onze nieuwsdienst dat het ordenen van de basiszorgdienst enorme inspanningen heeft gekost. Komen wij in zou geen filiaal hebben. Saramaka zou geen filiaal hebben. We zouden niet de Sneeskondre een filiaal hebben geopend. We zouden niet de Achoni eentje hebben wat we in planning hebben. De Mungo, noem maar op. Het zou alleen zijn basiszorgkantoor Gemeenlandsweg. Dat zou het zijn. En wat zou gebeuren? Geheel Suriname zou naar daar moeten gaan om een verzekering te doen. Dus dat hebben we binnen korte tijd, met de weinige middelen die we hebben, toch gedecentraliseerd. En wat bedoel ik met decentraliseren? Als we kijken naar decentraliseren, praten we niet alleen over de locaties. Ik heb enkele locaties al genoemd. Ik heb genoemd van Saramaka, van Komowene. Ik heb genoemd dat we bezig zijn te Marowene. Als we praten over Marowene is groot, dus we kijken naar Mungo en Albina. Maar we hebben Sneeskondre intussen gedaan. We hebben al afspraken met de DC lopen van Achoni. We kijken ook naar Brokopondo. En zo willen we dat verder sturen, waarbij Wanika al een heel goed functionerende heeft. Waarbij Coroni heel goed functionerende heeft. Die van Saramaka de ruimte voldeed niet. Dus we hebben dan een andere ruimte voor zich geopend afgelopen maandag. En zo ook hebben we dan te Pont Buiten eentje, sowieso te Paramaribo. En als we kijken naar de andere districten, dat wij ervoor hebben gezorgd dat het gedecentraliseerd aan toe gaat ten aanzien van het dichterbij brengen van de diensten richting de samenleving. De minister geeft verder aan dat het ministerie heeft geconstateerd dat het BZV-systeem er mensen zijn geweest die misbruik maakten van het systeem van de overheid. En het zijn dan wat ik ook al noemde ondernemers, mensen die het kunnen permitteren, zelfs meer dan de ambtenaren verdienen, die geregistreerd stonden in het systeem. En natuurlijk, het bestand zelf mag je niet aan derden delen, maar we hebben dan wel ervoor gezorgd van als het komt te vervallen, dat u dan moet langskomen. Dus wat is gebeurd? We hebben niemand uit het systeem gegooid. Er wordt soms gesproken over 130 personen door SOSAVO uit het bestand gehaald. Ik moet wel aangeven, het ministerie van SOSAVO heeft geen ene keer gesproken over 130.000 mensen uit het systeem. Waarover we hebben gesproken is, komt die verzekering te vervallen, dan moet u dan wel langskomen. We hebben wel gesproken over wat was het toen en hoeveel is het nu. We hebben wel gesproken over de bedragen die werden uitgegeven aan de verzekeringen per maand vergeleken met wat we nu uitgeven per maand. Ik moet wel aangeven dat vanwege de situatie in Suriname er toch wel heel wat huishoudens zijn die extra hulp en die extra push nodig hebben. Dus er zijn toch wel mensen die met een nieuwe aanvraag komen om ervoor te zorgen dat zij dan geholpen worden. Ramsaran onderstreept dat het ministerie geen enkele rechthebbende uit het systeem heeft gehaald. Er is slechts de wijziging doorgevoerd dat bij een vervallen BZV de verzekerde persoonlijk langs het ministerie moet om de verzekering te verlengen.